En dan mogen alle Nederlanders mogen ze zeggen wat ze willen zeggen. Gewoon een radiostation. En dan mogen ze allemaal bellen. En echt een gaal spuren. Stel je voor, er is een radiostation. En je mag gewoon bellen. Gewoon elke dag bellen. En zeggen wat jij wil zeggen. Ongestraft. Want het is anoniem, hè. Want ik wil niemand in de problemen brengen. Het heet ook radio anoniem. Gewoon, je mag anoniem bellen. En weet je, dan weet niemand wie je bent. Maar kan je gewoon ongestraft gewoon zeggen wat jij wil zeggen. Het is briljant. Serieus. Soms bedenk ik dingen. Denk ik, nou, oké, dit is briljant. En soms denk ik, oké, dit is geniaal. Maar dit is echt briljant. Dit is echt gewoon... Zo. Oké, dames en heren, het is echt briljant. Dames en heren, welkom bij Radio Anoniem. Goedenavond, dames en heren, welkom bij Radio Anoniem. Onze topic vanavond is buitenlanders. Tja. Wat moet je ermee? Onze eerste beller is Ingrid. Ingrid uit Venlo. Ingrid, kom maar binnen. Goedenavond. Ik had een vraag over al die buitenlanders. Waarom? Waarom moeten ze altijd zoveel lawaai maken? De hele dag gillen. En dan valt er een dooie, er valt bij hun altijd een dooie. Wat doen ze met die dooie? Dooie in de dooieskist. Dooieskist gaat op hun hoofd door de straten. Wiebelen, wiebelen, wiebelen. Konijntje, wiebelen, wiebelen, wiebelen. Ah, wiebelen, wiebelen. Zo'n lijk wordt natuurlijk kotsmisselijk. Ik snap die buitenlanders niet. We hebben een... Een Surinaamse dame wil reageren. Een Suri... Lucretia Bigimoffo Breekijzer. Goedenavond. Dankjewel dat ik hier aanwezig mag zijn. Ik wil eventjes reageren op die mevrouw van zo net. Ik wil eventjes, met alle respect hoor, wil ik eventjes reageren op die beller van zo net. Luister nou. You kolen zakken, zakken, tjoeken, jullie. You lelijkert. Ik kan je gezicht niet zien. Maar aan je stem hoor ik, je lijkt op een hond. You double you. Nou, dat gezegd hebbende, met alle respect hoor, wil ik eventjes ingaan op het Nederlandse rechtssysteem. Luister nog, kijk. Deze mensen in ons land gekomen, hebben ons volledig kaal geplukt, meisje. Ik heb geen haar meer op mijn lichaam. En ik vind voor die desbetreffende reden dat wij ze nu ook mogen kaal plukken, met alle respect natuurlijk. Wat meisje, ik ben boe! We hebben een mannelijke beller. Henk uit Venlo. Goedenavond. Mijn naam is Henk en ik stem op de PVV. Omdat ik het zat ben dat al mijn rechten gewoon kwijt zullen raken. Ik ben het zat om elke keer de zwembad uitgegooid te worden. Ik ben het zat, want ik kom geen crash meer binnen. Ik ben het zat, omdat ik vind, ik heb ook het recht om met jongetjes van 5 te kunnen spelen. En daarom heb ik een voorstel om de naam van de PVV te veranderen, om het efficiënter te maken. Mijn voorstel is PVV, PVV, PVV. Piemels voor vrienden. Dat is mijn voorstel. Die vond ik te ver. Die vond ik zelf te ver gaan. Die vond ik te ver. Doe maar nog één beller en dan hangen we op. Annie uit Rotterdam. Goedenavond, hartstikke gezellig. Hallo, mijn naam is Annie. Ik kom uit Rotterdam. Goedenavond, hartstikke leuk om op de radio te zijn. Nou, ik heet natuurlijk niet echt Annie. Dat snap je, ik heet niet Annie. Ik heet Saskia Willems, maar ik ben anoniem, dus ik gebruik Annie. Ja.
Ik had een vraag, omdat ik heb gebeld. Ik heb gebeld. Pak misschien wat ik heb gebeld. Een gratis cd'tje krijgen. Of een dvd'tje. Of een dvd'tje of een cd'tje. Of cd'tje of dvd'tje. Van Francie Bouwerts. Francie Bouwerts. Ben ik een grote fan van Francie Bouwerts. Bouwerts. Je kan hem niet. Hij kan hem niet. Bouwerts. Luister nou. Bouwerts. B-O-U-E-T-S. Bouwerts. Hij kan hem niet. Oké, mag anders een mop vertellen. Een mop, oké. Moet je niet ophangen, beloofd? Oké, daar komt ie. Komt ie. Oké, daar komt ie. Nou, Jantje loopt buiten met oma. En Jantje zegt, oma, ik moet pissen. Oma zegt, Jantje, dat moet je niet zo zeggen. Je moet zeggen, ik moet fluiten. Klinkt veel fijner, afem. Jantje ligt te slapen tussen oma en opa. Wordt wakker, zegt opeens, ik moet fluiten. Opa wordt wakker, opa zegt, Jantje, je kan er niet fluiten. Je oma ligt te slapen. Ja, maar opa, ik moet heel nodig fluiten. Jantje, shh, je kan er niet fluiten. Je oma ligt te slapen, jongen. Ja, maar opa, ik moet echt heel nodig fluiten. Jantje, je gaat nu niet fluiten naar bed. Maar opa, ik moet nodig fluiten. Oké, Jantje. Doe het dan maar heel zachtjes in opa's oor. Radio Anoniem. Zij toch? Het is gewoon briljant. Het is briljant gewoon. Als je een vader wordt en je straalt zekerheid uit, vrouwen vinden dat supergeil, joh. Hey. Ja, serieus. Vrouwen denken, oh mijn god, hij heeft een kind en hij is zeker. Oeh, hij kan voorplanten, ik wil hem hebben. Hallo. Weet je wel? Ja, serieus. Serieus. Dus mannen, als je een kind hebt, gewoon straal zekerheid. En loop buiten met zekerheid. En je hoeft je kind niet eens bij te hebben. Vrouwen voelen al aan van, oh, weet je wel. Of je moet gewoon een nijntjetas bij je hebben. Dan denken ze, oh, hij heeft een kind. Ja, serieus. Je hebt heel veel mannen die doen dit, hè. Heel veel mannen monteren allemaal op hun fiets. Monteren ze een kinderzitje. Maar ze hebben helemaal geen kinderen, joh. Dat is gewoon om jullie te lokken. Nu, hoe vaak zie je die kind buiten racen? Denk, ik zie altijd die kinderzitje, maar hij is altijd alleen. Het is gewoon om vrouwen mee naar huis te nemen. Gewoon te lokken, gewoon, weet je wel. Nee, maar serieus. En vrouwen, wij roepen heel vaak naar jullie. Buiten, gewoon. Hey. Hey, douche. Joe, dat doen we omdat je mooi bent. Hey. Of soms heb je het gewoon nodig. Hey. Hey, douche. Hey. Dat doen we omdat we willen jullie verbinden. En elke vrouw vindt het leuk. Elke vrouw vanavond en hier zo, jullie allemaal, vinden het leuk om nagefloten te worden. Elke vrouw vanavond vindt het leuk om naar elke vrouw. Als ze zegt dat het niet waar is, ze liegt. Klapper tegen de vlakte, ze liegt. Maar ze vinden het allemaal leuk. Want als ze langs een groep bouwvakkers lopen en niemand zegt wat tegen hun, gaan ze toch thuis janken, twijfelen aan zichzelf. Je vindt het leuk. Dus doe het terug. Vanavond gewoon in Rotterdam of in Zwolle, waar je ook bent. Assen, maakt niet uit, Limburg. Als je gewoon een man ziet na 12 uur, roep gewoon, hey, psst, hey, douche, hey. Het kan zijn dat hij in een huis volgt, maar dat is een andere vrouw. Kijk, het punt is, hij krijgt een goed gevoel. Ik heb het een keer gehad, hè. Ik liep buiten. Iemand riep, hey, ik zweer het, voor 5 seconden. Ik begon gewoon te zweven. Het was maar 5 seconden, want ik had geen moment door. Het was rood en daarom dat ze hey riep. Maar maakt niet uit. Het punt is, ik kreeg een goed gevoel. Dacht ik moet hier een nummer over schrijven. Dus ik heb een nummer geschreven, genaamd, hey, één slokje water. Eén slokje water. Ik heb dorst, ja. Ik moet even water drinken, dames en heren. En weet je wat het is? Het gekke is, ik heb echt... We hebben eindelijk bijna volgens mij 264 keer gespeeld. En het is de laatste voorstelling. Vanavond is het er. Er is niet meer. Ik ga dit nooit meer doen. En ik merkte, ik was zo enthousiast. En we hebben zo hard gewerkt afgelopen tijd. Dat het op een gegeven moment gaat het ook op je stem zitten. Ik stond vanochtend op en denk, oh mijn god, ik heb echt last van mijn stembanden. Door een beetje vermoeidheid. Maar ik ga het nummer gewoon doen. Ik ga hem gewoon proberen. Ik ga hem gewoon zingen. Ik ga hem gewoon doen. Maar als ik de tonen niet helemaal... bemoei gewoon met je eigen zaak. Nee, want ik kom ook niet op jouw werk vertellen hoe jij moet kopiëren. Nee toch? Nee.